Hallo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Eindelijk is het zover. Ik kan jullie onze nieuwe keuken laten zien. Deze keuken is mede mogelijk gemaakt door Superkeukens, want daar hebben wij de keuken uitgezocht. En vandaag ga ik jullie een soort van keukentour geven. Voordat ik alle hoekjes en plekjes en dingetjes ga beschrijven en laten zien aan jullie, ga ik eerst eventjes terug in de tijd naar hoe de keuken eerst was. Dus laten we daarmee beginnen. Hebben we daar de keuken? Dus ja, daar kan ik wel mee. Daar hebben we al wat dingen neergezet. Zo zag ze dus de keuken er eerst uit. Ik heb niet heel veel videomateriaal ervan, maar goed, wel een beetje, gelukkig. En het is een heel proces geweest naar hoe de keuken uiteindelijk tot stand is gekomen. Dit is het eindresultaat. Laat ik eerst eventjes een overview weer geven van de keuken. En dan duiken we in alle details en alle snufjes die deze keuken van ons te bieden heeft. Oh my baby, got me staring at you. So I'm crazy, want you bend that back for me. We won't stop, got your feet both locked. You get to fly with me. I can take you down for a ride. I take you around my life. Jaywalking, crosswalking, lip locking. But you, I know it, you know it. Laten we daar gewoon mee beginnen. Het kookeiland, daar kom je binnen. En wij hebben een inductiekookplaat met de afzuigkap in de kookplaat. Deze is van Miele. De rest van onze keukenapparaat is allemaal van Samsung. Maar deze hadden we zelf geregeld. Deze is dus van Miele. Ik gebruik hem nu al een paar weken en het is echt ideaal. Ik krijg heel veel vragen van mensen die willen weten of het wel goed afzuigt, omdat het niet een afzuigkap erboven is. Maar op de hardste stand zuigt hij gewoon alles wat naar boven gaat. Zie je gewoon naar de afzuiging gaan. Dus ja, ik ben heel blij ermee. We gaan ook koken zo in de keuken. En dan zal ik even een timelapse hier in de video doen. Zodat je kan zien hoe de keuken in gebruik is. Ook van de andere engel, zal ik het even laten zien. Hier hebben we dus twee lades onder dit stukje blad. Dit is een lade. Ja, hier hebben we een beetje ontbijtspullen in liggen en de uien en zo. En dan heb je een geheime lade eronder. En daar hebben we heb ik dan het folie en dingen die iets minder vaak gebruikt, zoals een sushi matje en zo. Dus dat ligt hierin. Dan hebben we hieronder alle borden staan. Schaaltjes, gebaksbordjes, eierdopjes, schalen. Dat zit allemaal hier. Nou, dan hebben we onder de afzuigkap. Die neemt natuurlijk een klein beetje ruimte in. Maar er zit hier nog wel een lade onder waar alle potjes in kunnen. Met alle kruiden en de oliën en zo. Dat heb ik allemaal hier liggen. Maar die moeten dan wel plat liggen, zoals je ziet. Die kunnen niet rechtop staan. En daaronder uiteraard de pannen. Dat is een hele logische plek voor je pannen. Hè? Onder de fornuis. Dus hier staan al onze pannen. Dat moet nog wel uitgebreid worden. Want niet alle pannen die we hadden konden op inductie. Nou, hier is de bestekla. Ja, die heeft iedereen denk ik. En dan hebben we hier weer, druk je het knopje in. Gaat deze la weg. En dan hebben we de iets minder vaak gebruikte bestek en zo. Of ja, die rommeldingen. Pennen, rietjes. Dit soort dingen. En hieronder staan eigenlijk nog meer pannen en de tosti-apparaat. De havermout van Nicky. Weegschaaltje. Die hebben we hier staan. Oh ja, en de sapjesmaker. Sapcentrifuge. Dat staat hier. Aan de andere kant van het kookeiland, sorry voor de belichting, hebben we twee barkrukken staan. Nou, als je goed je best zou doen, zou er nog een barkruk bij kunnen, zie ik nu. Maar we hebben er twee, want we zijn maar met z'n tweeën. Hier zit ik heel vaak een kopje thee te drinken, een wijntje te drinken. Als we thuis komen van
een lange dag, dat we even kletsen met elkaar, gaan we hier zitten, is echt heel chill. Dus dan gaan we niet op de bank ploffen, maar dan blijven we gewoon even hier aan de barkruk zitten. Ja, heel chill. Ik vind ook hele mooie barkrukken. Oh, dit is heel stout, Nagini. Als Nikki dit ziet, ga er eens heel gauw af. Mag niet. Je mag niet op de stoelen. Oké, dus de barkrukken. Hier zie je een close-upje. Er zit ook daaronder zo'n richel waar je op je voeten op kan laten rusten. Het is een soort suède leer in de kleur cognac. En dit is de kast waar al onze glazen staan. Wijnglazen, frisdrankglazen, bierglazen die we nog niet hebben. Shortjes glazen, die staan dus hier. Eigenlijk wel een fijne plek. Deze droogbloem heb ik van mijn moeder gekregen. En ik heb hier altijd het kookboek staan met het gerecht dat we vandaag gaan koken iedere avond. Vanavond wordt het kip uit de oven. In de hoek staat een prachtig, prachtig exemplaar van de Samsung koelkast. Het is een Amerikaanse koelkast. We hebben een hele grote, nou ja, zeg maar, stuk aan koelkast. Nou, ik heb het nog niet één keer helemaal vol gekregen, maar het is wel goed vol. Inmiddels... Ja, we hebben ook heel veel drank nu gewoon altijd koud staan. Dat is wel chill. En de andere kant, de kan open, is het vriesgedeelte. Dat zie je nu net niet. Sorry, ik heb mijn vriezer niet opgeruimd voor deze video. Zo ziet onze vriezer uit. Ja, er is gewoon nog zoveel ruimte over. Dus het hoeft ook niet echt opgeruimd te zijn. Maar ja, hier liggen dus alle vriezerdingen in. IJs, pizza's. Ik heb mijn brood altijd in de vriezer liggen. En... dit is het tapje voor gefilterd water. En dit is het tapje voor ijsklontjes. Dus we hebben cubed ijs, dat ziet er zo uit. En we hebben ook crushed ijs. Dan kun je echt meer mojito-achtig maken. Nou, die gebruiken we nu, is het winter dus wat minder. Maar ja, als we mensen over hebben die een cocktailtje drinken, dan neem je bijna altijd wel een lekker ijsklontje in je cocktail. Ik merk ook dat ik nu veel meer cocktails drink dan dat ik hiervoor deed. Dan hebben we hier, wat we daarvoor nooit hadden, een afwasmachine. Dit is echt de uitkomst van de eeuw, een afwasmachine. Wij hebben dus, we zijn nu 2,5 jaar samen. Ik woon niet al de hele relatie bij Nikki, maar wel lang. En wij hebben altijd de afwas met de hand moeten doen. Dus deze... is echt een uitkomst. Ja, dit is echt... ja, hier ben ik heel blij mee. En ja, hij wordt ook echt goed gebruikt. We zijn ook heel braaf met het meteen inruimen ervan. En ook het uitruimen 's ochtends. Dat doet of Nikki of ik. En dat gaat allemaal helemaal gesmeerd. Dus dat is echt super chill. Ja, ik heb deze ook niet schoongemaakt voor de video. Die wordt gewoon gebruikt. Maar het is ook een vrij ruime vaatwasser. Hier hebben we nog de gootsteen. Dat is een zwarte gootsteen met een zwarte kraan. Er zit ook een koekerfunctie in. Deze. En ja, warm en koud, hè. Deze wilden we heel simpel. Hebben we ook niet zoveel bijzonders. Maar ja, die koeker is wel heel chill. En onder het kastje staat dan de boiler van de koeker. En als we dan een klein stukje die kant opschuiven, hebben we daar de... koffiehoek, dus hier heb ik de theedoos staan en de koffiemachine en hieronder staan nog meer theezakjes en koffie in het kastje. Dit is een kastje met lades. En dan draaien we door naar het volgende stukje. Hier gaat mijn bakhart weer harder van kloppen. Wij gebruiken dus best wel vaak een magnetron. Ik gebruik heel vaak een hittepit in mijn nek of zo. En die warm je op in de magnetron, maar ook als ik een kop warme melk wil, als je buikpijn hebt of zo, dan gebruiken we de magnetron. En Nikki gebruikt hem iedere ochtend om zijn havermout te warm te maken. Dus hier hebben we een grote magnetron. Dit is eigenlijk, op de doos stond een speed oven. Maar volgens mij is dat gewoon een ander woord voor magnetron. En dan hieronder. Wij hadden een andere besteld. Ik wilde een grote oven. Dat was sowieso de bedoeling. Van Samsung, omdat ik kalkoenen wil kunnen bakken hierin, maar ook andere grote dingen. En daar heb je een grote oven voor nodig en die was helaas niet meer leverbaar. Dus nu hebben we niet tegen meerprijs, dus voor dezelfde prijs hebben we een
upgrade van overgekregen. Eigenlijk gratis. Ja, de upgrade dan. En ja, dat vond ik wel heel netjes van Superkeukens. Dat ze gewoon, ja, ze konden wat we besteld hadden niet leveren op het moment. Dus kregen we gewoon een upgrade. Nou, en deze is heel cool. Dan kijk. Hier denk je, oh, dit is gewoon een kleine oven waar je een taart in kan bakken. Of een pizza. Maar wat je ook kan doen, is hem helemaal open. Dan haal je deze platen uit. En dan heb je een gigantische oven. Ja, deze kan dus nog. En dan kan je er een kalkoen in bakken of zo. Dus het is echt een gigantische oven. En dat was wel één requirement die ik echt heel graag wilde in deze keuken. Dat we een grote oven waar ik, dat ik nooit meer van iemand anders een andere oven hoef te gebruiken om mijn kalkoenen te kunnen maken. Het Thanksgiving en met kerst. Dus vandaar, de grote oven was een echte grote wens. En misschien was het jou al opgevallen in onze keuken, we hebben nergens bovenkastjes. Dus we hebben alles in lades onder. En dit zijn eigenlijk de enige kastjes met planken. Hierboven en onder. Dus hebben we als voorraadkast een apothekerskast hier. Die kun je gewoon makkelijk, daar kan echt zoveel in. En ja, dit is echt ook echt een uitvinding. Want het scheelt zoveel ruimte. Dus dit vonden we ook heel fijn dat dit mogelijk was in onze keuken. Ik wil jullie heel erg bedanken voor alle support tijdens deze verhuisserie. Het huis is nog niet af, dus er komen zeker nog meer video's van het huis. En ook de keuken zul je heel vaak in vlogs voorbij zien komen. Want de keuken is gewoon het centrale punt van het huis. Daar komen we samen, daar komen we binnen, daar eten we. Daar drinken we een kop thee aan de bar. Ja, de keuken is gewoon het allerbelangrijkste. Voor mij in ieder geval. Naast de gamekamer. Dank jullie wel voor het kijken. Geef het een duimpje omhoog. Laat een leuke comment achter over de keuken en ook wat jij mij wil zien koken in deze keuken. En dan zie ik jullie graag bij een volgende video. Doeg! Oh my baby, got me staring at you. So I'm crazy, want you bend that back for me. We won't stop, got your feet both locked. You get to fly with me. Can take you down for a ride. I take you around my life. Jaywalking, crosswalking, lip locking, but you, I know it. You